Woensdag 27 september werden in Bennekom de laatste van 3 stolpersteinen gelegd. Steentjes die herinneren aan Joden die tijdens de oorlog zijn weggevoerd en dat niet overleefd hebben. De legging was bij het Nivonhuis. Bij elkaar liggen er nu 24 struikelstenen in en rond Bennekom. De vereniging heeft al reacties op de stenen gekregen. Ja, eigenlijk voornamelijk positieve reacties. Eigenlijk alleen maar positieve reacties. Mensen die het toch mooi vinden dat zo'n stukje geschiedenis toch levend blijft in Bennekom. Ook het struikeleffect heb ik al van mensen gehoord. Het zijn natuurlijk struikelsteentjes. En op het moment dat je daar langs loopt, denk je, hé, wat is dat? En dan denken mensen toch ja, even na bij wat er op zo'n adres gebeurd is. En dat raakt mensen wel, merken wij. Het is natuurlijk ook zo dat de oorlog steeds verder ligt steeds verder achter ons. Kinderen die nu geboren worden, die nu op school zitten, hebben er toch wat minder affiniteit mee. Het brengt je toch weer wat dichter bij die periode die we eigenlijk niet mogen vergeten, vind ik eigenlijk. En vinden wij als historische vereniging natuurlijk. Dat is het perspectief wat daarachter hangt. Als historische vereniging weer de geschiedenis levend houden. De stenen die gelegd werden zijn voor Emmanuel en Fanny Manasse en Sal Bromberg. Van de familie Manasse zijn geen nabestaanden gevonden. Van meneer Bromberg was er onder andere een neef bij de steenlegging. Ik vind het op zich heel bijzonder. Daarom ook bijzonder omdat het voor mij de eerste steenlegging is die ik meemaak. Ik heb Sal alleen maar uit de verhalen gekend van mijn tante Wil en mijn vader. Hij heeft gezorgd dat mijn grootmoeder niet is ondergedoken. Die kwam uit Bonn en het bevolkingsregister was daar al gebombardeerd. En toen heeft Sal Bromberg bijvoorbeeld gezegd van jij gaat ongesterd, kun je gewoon de straat op gaan, je hoeft niet onder te duiken. En zo zijn ze ook die oorlog op die manier doorgekomen door niet onder te duiken. Op het bord bij de steentjes komt informatie te hangen over de familie Manasse en Sal Bromberg. Nabestaanden zijn over het algemeen blij met de legging van de struikelstenen. Ja, over het algemeen heel positief. Heel verrast dat er nog aandacht is voor hun verwanten. En ja, u heeft het misschien ook hier wel gezien. Soms ook emotioneel. Op het moment dat er toch, ja, het is toch een klein graf wat dan komt voor mensen die eigenlijk geen graf hebben. En dat maakt heel veel indruk bij nabestaanden. En eigenlijk bij iedereen die bij zo'n legging aanwezig is.